Derde werker, net 2-1 gewonnen van SKBV in Oefendwel. Ja, wat voor wedstrijd was dit? Het was eigenlijk een hele zware wedstrijd met een hele goede tegenstander. De eerste helft hadden we het moeilijk met hun spel. En in de tweede helft hadden we een beter antwoord hadden op de tegenstander. Ik denk een hele nuttige wedstrijd, zeker in de voorbereiding. Ja, zeker nuttig, want jij bent een van de weinige spelers die ook 90 minuten heeft gemaakt. Ja, was dat nou extra lekker? Ja, zeker in de voorbereiding is het natuurlijk taak nummer 1 om fit te worden. En als je 90 minuten kan spelen, is het gewoon lekker meegenomen. En zeker in een goede wedstrijd, ja, dat is mooi. Ja, en tot nu toe in de voorbereiding ongeslagen. Is dat nog iets wat bij jullie speelt? Ja, zeker. Wij willen gewoon elke wedstrijd winnen. Competitie, maar ook de oefenwedstrijden. En als je deze wedstrijden wint, kun je toch met een lekker gevoel die competitie ingaan. En het is vandaag ook gewoon een goede tegenstander. Als je hem kan winnen, ja, waarom zou je niet winnen als je kan winnen? Ja, natuurlijk een nieuwe trainer, dus ook nieuwe ideeën. Nou, jij bent sowieso nieuw bij de club. Heb je dat gevoel dat er bepaalde automatismes in de ploeg komen? Ja, dat begint wel te komen nu. We kunnen goed trainen. We zijn volgens mij 4 weken onderweg. En je ziet dat het ook in de wedstrijden steeds beter gaat lopen. En de manieren die de trainer wil, proberen we uit te voeren. En dat moeten we verder ontwikkelen de komende wedstrijden. Ja, want het seizoen begint natuurlijk al 5 augustus. Ja, zijn jullie er al klaar voor? We zijn er nu niet klaar voor, maar we willen er wel klaar voor zijn en we moeten gewoon hard blijven werken. Je ziet vandaag de energie die de jongens leveren is gewoon heel erg goed. En dat niveau moeten we vasthouden, dat is de basis. En ik denk als we dat doen, dan kunnen we onze doelstelling gaan nastreven. Ja, dan tot slot. Het zijn je eerste weken bij ADO Den Haag. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, eigenlijk heel erg goed. Ik ben prima opgevangen binnen de club door alle mensen, ook binnen de groep. En het bevalt me eigenlijk prima. Dus ik hoop dat we op deze manier verder kunnen gaan en blijven winnen. Dan kan het een mooi seizoen worden.